Daily challenge, wat ga jij ons brengen vandaag? Daar ben ik benieuwd naar. Vooral hoe, wat, waar, waarom en. Dit. Oh, dit is iets met een bordje. Bordjes zijn altijd goed. Dit is Rusland. Dat is volgens mij Sint-Petersburg. Yes. Even kijken. 100 kilometer. We rijden naar het zuiden. Ik ga zelf even kijken wat er op het bord daar staat. Niet dat ik ook maar iets van. Nee, dacht ik wel. Ik had gehoopt dat er misschien iets in het Engels op zou staan. Hé, hey, daar is ook nog een bordje. Rivier Pionerka. Onthouden. Mocht ik het echt moeten pinpointen. Uiteindelijk, dat zou echt wel geweldig zijn, overigens. Oké, dus ik rijd naar het zuiden. Dus ik zit hier boven ergens dan, denk ik. Kijk, 100 kilometer, wat zou dat ongeveer zijn, ja. Even kijken, naar 20 is die Sukhoi. Nee. Even kijken of BK. We kunnen gewoon inzoomen, want ik bedoel. Nee. Ik denk dat dit. Want dit is Sint-Petersburg nog. Misschien dat ik toch wel ietsje hoger moet zoeken. Nogmaals, ik zit er. Op. Op 100 kilometer afstand van, dus het is sowieso gewoon een goed aantal punten, daar niet van, maar het zou mooi zijn als ik het nog dichterbij kan trekken. Wat was de naam van die rivier ook alweer? Ik ben het alweer vergeten, ja. Handig, handig. Ik denk niet dat het deze rivier is, hoor. Nee, het zat zelfs nog een stukje noordelijker. Huh. Maar goed, bedoel, 4000 punten in Rusland is altijd fijn. Dit is Amerika. Dit is iets wat ergens te koop is. Nog niks. Dat is een stadje daar. Denk ik, met zoveel huisjes. Dus als ik dit zo zie, dan zou ik in eerste instantie Colorado zeggen. Maar hallo. Dus ik weet niet wat. Ik bedoel, het is echt heel duidelijk een probleem van de. De maps in Amerika. Ik weet niet wat het is. Waarom hij dit niet. Nou wil hij het wel doen. Of hij het niet laat. Of dat hij. Misschien dat het te ver weg is voor hem. En zoals kijken, we gaan deze kant op. Want dat is richting het stadje. Misschien dat het te ver weg is voor hem. Ik weet het niet. Dat hij echt zoiets heeft van. Ik wil maar met kleine stapjes. Ja, dat kan, maar ik denk niet dat dat heel handig is. Voorlopig nog niet echt. Oh, dat is weer zo'n Remax-bordje.
Even kijken. Ik kan dan niet bevestigd zien of het Colorado is. Nogmaals, ik ben er 82% van overtuigd dat het Colorado is. Nee, ik weet het, wat een raar getal. 82%. Maar ik zou ook niet weten wat dit anders zou moeten zijn, namelijk. Coffee County, ja. Hey. Wees blij dat ik bijna als alle 51 staten ken. Ik kan ook nog niet eens alle county. Ik durf zelfs te wedden dat het niet de enige Chaffee Caffee County is in Amerika. Dat was ik dat Google dat ik dan. Ja, je hebt er eentje in Alaska, Texas, Colorado, Tennessee en Maine. ja, nou. Ja, kijk, het was dus inderdaad. Oh, nog redelijk dichtbij zelfs ook. Nogmaals, dit was ook weer zo'n gevalletje geweest van. Tja. Next. Dit is Californië. Oh nee, het is Mexico. Wat? De WFT. Dat is hetzelfde, denk ik. Hè? Het zal wel iets van een gevaarlijke bocht of zo betekenen. Of... Ja. Oké. Okay. Nou, het zal wel redelijk in het noorden zijn, gok ik. Ik denk niet dat dit. Nee, dit is niet zuidelijk. Dat sowieso niet. Dat sowieso niet. Dat durf ik wel. Daar durf ik wel geld op in te zetten. Dat dit niet in het zuiden is. Ja, dit is ook wel gezien de plantengroei is het ook wel weer vrij noordelijk hoor. Weet je, we gaan dus even de andere kant op. Return to starts. Hij wil hem niet meer laden, dat is vervelend. Ja. Tja. Zou dat hier kunnen zijn? Dit zou ook nog goed kunnen. Hier niet, denk ik. Ik moet een keuze maken. Ik zei het net dat het Californië was, dus. Oké, waarom wil je hem niet meer laden? Dat is vreemd. Oh, nou, daar hebben we hem. Ik weet niet waarom hij het niet deed, dat is raar. Ja, joh. Ik had gehoopt dat ik een bordje zou tegenkomen waar ik in ieder geval iets van staat of zo op zou kunnen zien staan. Misschien ben ik er al wel lang voorbij gevlogen hoor, dat ik het niet gezien heb, maar dat. Tja. Even kijken, wat was het? Ah, het was uiteindelijk wel daar. Nou. Weet je wel, als die kaart mij zo in de steek laat, toch gewoon niet lachen. Hallo Japan. Door gewoon niet te laden, ja, dan is het voor mij al snel afgelopen. Daar kan ik niet heel veel doen, weet je. Oh, ik vlieg voorbij de bordjes.
Zit hij recht boven mijn hoofd? Nee, ook niet. Ik dacht dat er een bordje was joh, hier. Dat niet. Oké, okay, next. Ja. Dit is zo'n geval dat ik het land niet goed genoeg ken om te weten wat het is. Het zou in het noorden of in het zuiden kunnen zijn dat... Dat denk ik dat allemaal van hetzelfde... Oh, hey, dat is wel een bordje. Even kijken, Shimoshugari en Mori. En dat... gaat naar... Ah, crap. Ik wist wel dat hij dat ging doen. Really? You're gonna be a dick about this? Okay. Eén van deze zou toch te zien moeten zijn, zou je denken. Even kijken nog. Dat is het Shimoshikuri, hè? Die andere. Ik zat hier te denken, in eerste instantie, maar ik zie hier voorlopig nog niet dat ik denk van... Oh ja, dat is herkenbaar. Oké. Ik laat hem wel even voor de zekerheid hier staan. Dan zou ik hem hier ergens denken. Ja, nogmaals, ik ga niet meer... Hoe ver moet ik inzoomen voor die... Echt die... Ja... Ik zal even kijken of ik daar toevallig een 362 zie, maar... Nee. Nou, toch nog redelijk dichtbij. Dit is Finland of Zweden? Finland. Ja, dat is Finland. Oké. Kijk hem. Ik denk dat dit wel weer wat noordelijker is. Gezien de bebossing en het ontbreken van... Oh. Hele grote open stukken, net zoals... Wanneer was dat gisteren? Een paar dagen geleden of zo? Oh. Als dat een geel bord is met een... Mauro. Nou, ik denk dat het ook wel een klein dorpje is, dus dat ga ik nooit van zijn leven vinden. Dan moet je kijken. Kijk, dit is... En ik denk dat dit ook het geval is in Amerika in sommige gevallen. Dat hij dit gewoon niet... Ah, nou pak je het wel. Maar dan gaat het iedere keer toch maar een klein beetje maar vooruit, weet je. Het zijn niet van die grote sprongen die je kan maken, net zoals in andere... Ah, nou doet hij toch wel gewoon goed. Zou dit dan toch Zweden zijn? Oh, en als ik dit dan zie, dan ga ik toch weer zitten twijfelen of het niet in het zuiden is. Ja. Oh, crap baskets. Terug.
Daar ook, ik zat er echt gewoon precies naast. Hey, Blunderfleck. Joepie. Ranaud. Je zou denken dat het Ranaud toch wel redelijk te zien zou moeten zijn. Als ik zo inzoom in ieder geval. Als het nu hier is. Ranaud. Kijk eens aan. Wat was het dorpje waar ik bij begon? Mauro. Oh, kom op. Ik wilde gaan vloeken omdat hij niet snel genoeg inzoomde. Ik ben blij dat ik dat in ieder geval goed had. 22.000 punten is goed. Alleen in Mexico niet. Ja, niet. Show full results. Voorlopig vierde, dat zal nog wel zakken, want het zijn niet... Ik bedoel, hier heb je een bordje, hier heb je een bordje. Deze zou makkelijk kunnen, dat wat ik zeg. Dat als je de counties kent, en misschien zelfs de nummering van de wegen, dat het heel makkelijk te vinden is. Dit, dat is gewoon heel herkenbaar terrein. En dit zijn echt dagen dat je makkelijk, als je weet, als je een beetje weten hebt van, oh, dat zo ziet een land eruit en dat is het. En hier zoek ik het ene en daar het andere. Dit is zo'n dag dat je makkelijk heel veel punten kunt halen. Echt. Nou, ik heb ook 22.000. Dat is veel punten. Had misschien iets beter gekund, maar goed, dat overleven we allemaal wel. Maar goed, morgen weer een dag. Morgen zien of het net zo goed gaat, of slechter, of even goed, of nou, wat dan ook. Het maakt niet heel veel uit. Tot morgen.